Meneer Zijlstra, u maakt zich nogal boos om de rechtszaak die is aangespannen namens de nabestaanden van de kapers die dood zijn gegaan bij de bevrijding van de gijzelingsactie bij de Punt. En waarom eigenlijk? Ja, ik vind als je onze militairen een trein instuurt om gijzelaars te bevrijden en dan 40 jaar later hiermee te maken krijgen, dat vind ik zo onrechtvaardig. Die mensen hebben onder de moeilijkste omstandigheden echt heel, heel zwaar werk gedaan, met gevaar voor eigen leven. En dan 40 jaar later eigenlijk zo'n schop nakrijgen, vind ik een hele slechte zaak. Maar wat zouden we er eigenlijk tegenover kunnen stellen? Nou, in ieder geval dat we vanuit de politiek, want wij hebben ze destijds die trein ingestuurd, dat we in ieder geval laten weten dat we achter deze mensen staan. En dat wil ik dus ook heel helder maken. Zij hebben die gijzelaars bevrijd onder de moeilijkste omstandigheden. Zij kunnen niet eerst een rustige vraag stellen en dat antwoord afwachten. Ze moeten meteen handelen en dat betekent bij terroristen dat je dan moet schieten. En als je terrorist wordt, ja, dan loop je het risico dat je gewoon aan het eind van de rit overleden bent. Dat je maar geen terrorist moet worden. En als u nou het verwijt krijgt dat u op de stoel van de rechter gaat zitten, wat zegt u dan? Ik vind dat de rechter de uitspraak moet doen over de aanklacht. Dat is een separaat proces. Maar ik vind dat wij ook de morele plicht hebben richting deze mariniers om duidelijk te maken dat we toen achter ze stonden, maar nu nog steeds. Ze waren en zijn helden.